Het Inferior Racing Team Pool was weer met elkaar het bestuur, zogenaamde bestuur voor ons, in Veursveld. Ik loop er helemaal langs. Dat is Evert Notenboom. En je hebt een functie? Ik ben de secretaris van het hele spel. Een heel belangrijk, die schrijft die mee. Dit is nou, die omhoog komt, dat is ook heel belangrijk. Nog belangrijker. Ik zal het zien hoe penning is. Hoe is het met de kaas? Oh, wel erg goed. De kaas? Kan al niet wat mee. Ja, dat mag verloren trouwens. We hebben een dikke beloning om niet te gooien. Ja, dat hoop ik mee. Ja. Wil de loon komen straks. De volgende. Ben Ekkel. Ik ben gewoon bestuurslid. Dus ik hoef niks te doen. Maar wel onmiddellijk en kom ik door vandaag. Ja. Oké, nou. De eerste. Ik ben André Mollen en ik ben burgerzaal. Wat in? Gezelligheid. Ah, ja. En wie wil allemaal van gezelligheid, dus je er ook mee. En wie ben je niet, die wil graag in het bestuur? Gewoon zelf sponsor. Oké. Mooi man. We hebben natuurlijk ook nog, we hebben in de pauze weer verkoop van de loten. En we hopen natuurlijk dat je allemaal toch diep voor onze prachtige sport in de buiten wilt testen. Ik ga ook een beetje van u, want ik heb een heleboel prijzen. Ben je niet loten verkopen. Kijk weer terug op het afgelopen jaar. Ja? We hebben natuurlijk weer, ja, we hebben van alles meegemaakt. Het eerste keer een nieuwe coureur gezien. En Donne. En we hebben natuurlijk in juni die geweldige classic de Tiers. De Dorp vervolgend jaar stier op de kade. De 23 juni is daar, onderom bezet, komt met nou een keer op het circuit in HNV. Dan ook voor de 14e keer. Dus, en wij als Inferior Racing zelf bestaan dit jaar 20 jaar. Het is 20e jaar dat de jongens ondersteunen, financieel ondersteunen. We hebben een hele mooie TT, classic TT. Met natuurlijk een paar goede leden van ons. Aan de start denk aan Gerrit Langjes, vorig jaar nog Nederlands kampioen. Maar ja, want je zei dat er net niet in Gerrit. Dat is dacht ik nog niet. Ik, nou, blijf in de buurt. En natuurlijk heel veel schouders. Dit jaar. Die heb ik ook vorig jaar voorkomen en zei, nou, dat liep toen nog wat. En dat ook. En aan de proberen was en daar komen we van starten gewoon. En ik denk dat het wel mooi is dat Jeffrey hier is in bijkomst dan. Het was toch een seizoen met een beetje een moeilijke start, denk ik, dat zijn we maar. Toch wel een discomplicatie zat er in de eerste, omdat de motor 400 gram te licht was, of was er van... Ja, hij was, 400 gram, zo was hij te licht. En dan ging de vierde prijs, was dat? Ja, toen was ik vierde geworden, en toen werd ik gedisqualificeerd. Ja, dat is natuurlijk een naam, want de jongens van me als eerste natuurlijk geweldig beroerd. Ja, ik had er een toch. Ik ben nog bij de spiegel, dat doe je toch ook eens. Ja, oké, Jeffrey, hoe heet verder het seizoen? Je bent op diverse grote circuits geweest. Ik bedoel, je kwam van de andere club, de NSR. Ja, dat is een heel ander circuit. Ja. Na dit jaar ook weer op hele mooie en grote circuits gekomen. En aan het begin van het jaar ging het echt iets minder. Was ik wel een paar keer gevallen. Maar natuurlijk aan het eind van het jaar was het mooi met de overwinning. Ja, oké, dat was natuurlijk een super overwinning. Ook op een mooie dag nog, met een sponsor daar. Maar ja, net wat je zei, in het begin een beetje vol. Ja. Ja, dat kan erbij worden. Het was niet allemaal jouw schuld, dacht ik. Nee, dat was ook een keer gewoon iemand anders schuld. Maar je doet er niks aan. Nee, want je ligt in een rembak en je hebt geen bank. Ja, daar word je niet verloren van. Nee. Maar wat was je in het eindklassement? Volgens mij 8e. Ja. Ja. En jongen hebben een heel druk seizoen gehad. Verschrikkelijk gaat dat hier enorm zijn best doen. En dan ben je als een kleine jongen. Wat zeg ik, kleine jongen? Dat valt nog aan mij. Maar toch een beetje opleiden. Hoe is dat gewoon, Ernst? Ja, op zich best wel goed, denk ik. Oh, ja, best wel goed. Het begin van het seizoen, net zoals Jeffrey ook zei, ging het eigenlijk best wel moeilijk. Een paar valpartijen en daarna nog een keer valpartijen door een ander. Ja, vertrouwen kwijt en dan nieuwe motor, nieuw team eromheen. Ja, dat was wel moeilijk voor je. Dat moeilijk voor je vriend. Maar ja, na het seizoen heeft je vriend wel heel goed laten zien dat het goed ging. En vanaf de Brno hebben we eigenlijk een hele mooie stijgende lijn gemaakt.
Ja, het einde overwinning nog voor Jeffrey, dat was echt super. Dat was echt gaaf. En voor mezelf afgelopen seizoen een van de mooiste wedstrijden. Dat was eigenlijk de eerste wedstrijd op Assen. Toen wist ik nog net de wedstrijd te winnen in de laatste ronde. En ja, dat was echt een super gave race. En verder, Silverstone was ook wel een gave wedstrijd. En zat ik heel veel in de clean met een andere rijder die eigenlijk een stuk sneller was op de rechterstuk. Maar net voor de laatste ronde wist ik hem naar buiten te drukken en zat ik 1000ste voor hem op de start en finish. Dus dat was wel, kwam net aan de goede kant van ons. Dus ja, op zich wel een mooi seizoen gedraaid. Henk Hoopman, ook goeiedag. Dank u, voorzitter. Henk heeft ook maar een race, die heeft hem nog met gedaan met zijn zeuren. En ja, we hadden eigenlijk de dag en hoop dat naar George Hoopman in de Moto 3. Om Scott een beetje toverstom met elkaar, die de wel verder aan doet. Ja. Maar goed, jullie hebben andere gedachten. En die probeerde. Ja, want dan kan ik proberen volgend jaar in de WK van de 300 te komen. Ja, erop. Oké. Okay. Ja, erop. Oké, okay, maar dan moet je natuurlijk wel iemand anders weer opnieuw beginnen, hè? Ja. Ja. En daarom hebben we ook volgend jaar eigenlijk. Dan wouden we een jaar doen om gewoon om de fietsen te leren kennen. En dan om gewoon goed voor de start te staan. Nou. Oké. Dus, nou, ben je klaar met Constantijn met het eigen team en zo? Ja, de basis staat met de mensen die hebben we voor een nieuw team rondom Jeffrey. Ik zal even uitleggen waarom ja, wij eigenlijk waarom wij eigenlijk waarom wij eigenlijk tot die conclusie zijn gekomen. Ja, we hadden. Oh, telefoon. We hadden eigenlijk, je hebt het doel om de rookies te bereiken en dan een kans te maken dat je door kan stromen naar, het ultieme. Dat je de kans krijgt dat je WK kan rijden in de Moto 3. Jeffrey die is naar de selectie geweest van de Red Bull. Heeft daar heel goed zijn best gedaan, maar helaas hadden ze niet de keuze voor Jeffrey. Dat was best een domper, een soort rouwgevoel heet ik dan. Dat mag ik best toegeven. Maar goed, ja, dan is die weg eigenlijk voor een Nederlander afgesloten. Want ja, dan moet je het Spaanse open gaan rijden. En dan komt heel veel geld om de hoek kijken. En als je bij de rookies bent, ja, dan heb je wel kosten om er te komen. Maar de rest, dan heb je gewoon de kans om je te laten zien op dat niveau. Maar goed, ja, die kans heeft Jeffrey niet gehad. En ja, wat ga je dan doen? Ga je dan nog een jaar in de Moto 3 verder, waar je eigenlijk niet hetgeen kan bereiken wat je graag voor ogen hebt? Ja, dan kan je het hoogst haalbare bij de NEC kampioen worden als je mazzel hebt. Maar dan nog, kan je dan nog naar de WK? Ja, dat is lastig. Dus daarom hebben we de weg gekozen om naar de Supersport 300 om daar te kijken wat we daar kunnen doen. Dank u wel. Oké, okay. Hartelijk dank en heel veel succes. En dank u wel. Podium, vierde. Ja, maar je hebt wel een heel mooi seizoen aan daar. Een paar wedstrijden met Ben Bunn, ook in Beperk, de laatste wedstrijd met name. Ja, klopt. Net een paar wedstrijden met Per. Eén wedstrijd moest ik missen vanwege het werk, want het werk 10 jaar bestaan. Ja, dan moet de werkgever ook een beetje tevreden houden. Kon slecht maken om daar niet te komen. Dus toen miste ik ook dubbele wedstrijd op Donington. Ja, en dan de laatste wedstrijd geen punten. Ja, dan heb je zo al 3 wedstrijden waar je geen punten haalt. Kijk, dan in de eindstand deed ik niet echt meer in. Net niet voor de eerste 3. Oké. Okay. De plannen voor volgend jaar wel weer een beetje rond. Wij van onze kant samen met Dubbing gewoon weer verder. We hebben ook een nieuwe coureur. Dus. En ik ben allemaal benieuwd natuurlijk, want er is nog weinig gewoon een punten gehad. Dat valt me weg. Dat is Ruben Bijman uit Lopik. En dat heb je naar de grond als goed is.
Ruben, goedenavond. Ik ben Hens Dommer, dat doe ik toch meest met Bergen. Dus, stel je even voor, wie ben je, hoe oud ben je, geboren of niet? Ik ben Ruben Bijman, ik ben 14 jaar en ik kom uit Lobik. Oké, okay, wat voor school doe je? Ik zit op het Schoonhovens College, VMBO, TH, HAVO. Ja, zit ik nu in het tweede jaar. En hobby's buiten mooie vrouw met me? ja, naar de sportschool gaan en ja, kickboksen. En motor is niet meer gaan. Ja, ja. Maar we zijn vast. Oké. Wat heb je al gedaan? Voor dit? Qua race op het motorsportgebied. Wat heb je allemaal gedaan? Ja, ik ben riep bij jongens in de jongen, vlecht in dialect. Nou, ik ben mijn negende begonnen met minibiken. En dat heb ik ongeveer 2-3 jaar gedaan. En toen ben ik om mijn 12e bij de Molenlijn SF gaan rijden. En dat heb ik twee jaar gedaan. En in mijn tweede jaar heb ik 3 wildcards gereden in de Moriwaki Cup. En ja, daarna zeg maar, omdat de Moriwaki Cup stopte, moesten we zeg maar, de overstap gaan maken naar de Moto3 vorig jaar. En moesten we de overstap maken naar de Moto3 zeg maar. Maar eigenlijk wouden we zeg maar Moriwaki gaan rijden. En ik was ook zeg maar, nog best wel jong, dus het was een gedwongen stap naar de Moto3. Het was ook vrij lastig. Het was ook in één keer een hele grote stap qua budget. En gelukkig hebben we dan vorig jaar nog een seizoen kunnen rijden bij BV Racing. En het was het seizoen dat het niet helemaal goed kon, wat beter, maar toch nog wel een paar hoogtepunten kunnen pakken. En dan ja, volgend jaar dan bij EV nog gaan rijden en bij Enschede. Ja, dat Jeffrey zeg maar een twijfel had of eventueel wegging, ja, toen heb ik jullie gebeld van wat de plannen zijn voor volgend jaar en of er ruimte was voor een nieuwe rijder in de vorm van Ruben. En dat is naar een avondje praten, is dat ja, Bibber Gerdekam. Ja, nou inderdaad, en daar ja, ben ik verschrikkelijk blij mee dat maakt het voor volgend jaar een stuk eenvoudiger. En, je zit bij een goed team, alles is goed en netjes geregeld. Ja, dat is team dubbing natuurlijk, je kunt al jaren ervaring terugkijken. Ik bedoel, je hebt het ding altijd goed op de rit. Maar we zijn, ja, goed verstaan. Maar dan hoor je, je hebt nog een jonge broertje van 10 jaar en die is toch gekwalificeerd voor de NSF Cup, hè? Ja, dat klopt. Die gaat aankomend seizoen bij de NSF rijden. Die heb ook minibike gereden. We hebben ook 2 jaar geleden zeg maar, met Ruben in het Belgisch kampioenschap gereden. Hebben we met Sam ook getraind. En in de tussentijd hebben we ook 6 keren zeg maar, met de NSF getraind. En nu heb ik selectie gereden en aankomend seizoen gehad. Waar ik al. Hey, Wallet, goeiedag jongen. Hoe is het? Prima. Nou, druk je achter de rug uit. Nou, wat gaan we Team Freudenberg, dus ja, heel mooi resultaat. Ik dacht tweede in één klassement van de NEC Cup. Heb ik goed? Ja, ik heb niet alle wedstrijden meegedaan, omdat ik ook toch andere dingen had. Maar uiteindelijk wel tweede geworden. En gewoon met standaard motor, dat was wel goed. Supersporten, 300, dus dat is ook wel leuk. Oké, okay, en je doet dat met een wat voor team? Ik weet het nog niet. Ik weet de naam even nog. Wat is dat van met Benjan Racing, of niet? Benjan. Dan is mooi seizoen uit. Je maakt er 3 Cup. Ja, het was een mooi seizoen. Ging perfect eigenlijk wel vaak vervallen. Niet ook aan mijn schuld, maar ik heb wel de eerste 2 wedstrijden gelijk met een dubbel gewonnen. 2 wedstrijden. En voor de rest, ik heb er gelijk een afstand genomen in het kampioenschap. Ik echt gelukkig weten te behouden. Ja. De laatste wedstrijd was op Hockenheim, was nog wel heel spannend. Want je moest nog hoeveel punten hebben? Ik moest nog niet zoveel punten, ik weet niet precies hoeveel punten, maar ik hoefde nog maar
Ik moest vijfde worden zo in de wedstrijd. Als de tweede man kampioen of als de tweede de wedstrijd won. En wat gebeurde? Die hoen die vliegt eraf. Ja, nou ja, ik zat eigenlijk heel safe op P3 eigenlijk. Ik zat vlak achter de koffertop en ik zat een gat van 6,8 achter mij zoiets. En ik ga de laatste ronde in, dus ik denk, nou, rijm lekker rustig uit, weet je wel. En ik zit midden in de bocht en schiet ik even terug in de versnelling. Het schoof ik nog onderuit. Maar ik had geluk dat ik werd zesde en ik moest P5 hebben. Alleen er zat een wildcard, dus die geen punt kreeg. Dus dat was mijn geluk. Toch, Nederlands kampioen. Dames en heren, applaus voor de Nederlands kampioen. Dennis Kool. Geweldig trots op dat je zo ver gekomen bent. Ja? En ik zeg het nog toe, hoeveel ga je ook bijdragen van ons? Ja? Je gaat hem voor dit jaar gewoon verdubbelen. Ja? Alsjeblieft. En heel veel succes.